En de volgende ochtend, jongens, mijn vader en ik, we worden tegelijkertijd wakker. Ik heb de hele nacht liggen malen over dat gesprek, maar nul de kans gehad voor een praatje. En weer niet, want Graham staat aan de boom te schudden waar onze hangmatten in hangen. En hij zegt, all right guys, good morning, wakey wakey, it's time for the activity of the day. Art, Renny, get out of your fucking hammocks and follow me. En mijn vader en ik, we stappen uit die hangmat en we lopen achter Graham aan dat bos in, tot we op een gegeven moment aankomen bij misschien wel de snelste stromende rivier die ik ooit gezien heb, jongens. En op de oever van die rivier ligt een omgedraaide tweepersoons kajak met onder die kajak twee paddels, twee zwemvesten en twee helmen. En Graham pakt een van die paddels, plant die in die kiezels en hij zegt, all right guys, this is where it all begins. This is what you signed up for. The adventure of a lifetime. Art, Renny, you guys are going to paddle down this fucking river. En ik kijk naar die rivier. En ik kijk naar mijn vader. En mijn vader doet dit. Ik zeg, nee toch? Hij zegt, nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee, we gaan terug naar kamp. Ja, lekker bakkie. Ik zeg, ja, oké. Okay. Ik zeg, maar hoe pakken we dat aan dan? En mijn vader zegt, ja, jij gaat het zeggen. Zeg dan, met je Engels, hè, prins Harry. Ik zeg, Mr. Graham, sir. We don't really want to do it, please. En Graham zegt, no, 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 Ronnie, that's not how this works. You guys signed up for this. Think about it. Father and son, finally as a team, fighting the elements. Never run away from your fears. Get in the fucking kayak. En mijn pa zegt, hij is er niet mee eens, of wel? Hij zei, weet je wat we doen, René? Wij gaan dit gewoon doen. Ja? Alright, Graham, forward with the goat. Maar mijn vader en ik, wij kunnen niet praten, wij kunnen niet communiceren, wij kunnen zeker niet samen in een kajak. En dat blijkt wel, want op het moment dat wij in die kajak stappen, zitten we met onze gezichten naar elkaar toe. Als ik me omdraai op mijn bankie, doet mijn pa exact hetzelfde op zijn bankie. Wij zijn gewoon de dikke en de dunne in een fucking kajak, jongen. En Graham pakt de achterste punt van die kajak en hij schreeuwt in mijn oor zo, hoi, ginger boy, put on your fucking helmet. En ik zet die helm op, maar die helm is zo groot dat als ik met mijn hoofd draai, kijk ik naar de binnenkant van die helm. Ik zie gewoon het angstzweet van de vorige eigenaar nog zitten, jongens. Voor in die kajak, mijn pa krijgt dat zwemvest helemaal niet eens dicht. Wat moet ik nou? Ik zeg, afvallen, moet je. Afvallen. En Graham zegt, oi, Art, don't worry about the life jacket. If you die, you die. Your time has come. Wat zegt hij? Ik zeg, veel plezier, zegt hij. All right, guys, whatever you do, don't stop paddling. And 3, 2, 1. En hij duwt die kajak af en mijn pa schreeuwt, ik wil dat niet. En hij begint achteruit te paddelen. Maar ik paddel op dat moment gewoon al rustig vooruit. En daardoor gaat die hele kajak gewoon in rondjes door die rivier. Wij komen op een gegeven moment bij een soort laag overhangende tak. Vraag me niet hoe, maar mijn pa met zijn 73 en zijn reuma limboot zichzelf toe onderdoor. Ik heb die veel te grote helm. Ik blijf hangen aan die tak. Ik flikker achterover uit die kajak. Blijkbaar hebben wij pas 2 meter gevaren, want Graham tilt mij aan mijn zwemvest uit dat water en hij zegt, oi, you fucking redhead, you make me hate my job. Ik zeg, yes, yes, I'm very sorry, but what about my father? Forget about your father, he's already dead. En ik kijk, en dat zou best kunnen, want mijn pa is met zijn poot vast blijven zitten onder een riempie in die kajak. Die gaat nog 1 meter of 20 zo verder mee de rivier af. Klapt op een stapel stenen, flikkert achterover uit die kajak. Dobbert op zijn rug naar een ondiep gedeelte. Daar ligt hij 5 tellen stil. En dan begint hij weer te paddelen. Ik zeg, pap, je mag stoppen met paddelen. Hij zegt, nee René, je kan nooit stoppen met paddelen. Hij zegt, het hele leven is constant roeien, maar misschien leert meneer dat ooit nog eens een keer. En de rest van de middag zitten wij kwaad bij een kampvuur.